8:25 uur. De bel gaat. Het is maandagmorgen. Zo'n maandagmorgen als iedere andere. Leerlingen in goed humeur bereikt een dieptepunt en ze tellen weer af tot het weekend, dat nog zo ver weg lijkt. Leerkrachten doen weer hun uiterste best om hun lessen zo saai mogelijk voor te dragen. Om daarna te kunnen preken tegen een leerling die in een diepe slaap vertoeft. Tijdens de pauze doen de laatste nieuwe roddels de ronde en in de bar Tropical staan de reispapjes in reclame en dat zal 2 dagen vervallen zijn. Na de pauze mogen we naar de living. Waarom ze deze ruimte living genoemd hebben, blijft voor iedereen een vraagteken. Zetels zijn er niet en het is er alles behalve warm en gezellig. Als we de deur naar de living open doen, hangt er een rare sfeer in de lucht. Ik krijg een vreemd gevoel en ben al rustig. Het lijkt of ik alleen ben op de wereld. Dat mijn klasgenoten en vrienden, die net naast me stonden, me hebben achtergelaten. Op dezelfde plaats en in dezelfde houding blijf ik even stilstaan. Mijn gevoel wordt onderbroken door een luide knal. Paniek slaat toe, nadat er iemand is flauwgevallen. Bloed en voeten.